Ja, jongens, we gaan beginnen. Ons Rad van Fortuin. Welkom allemaal. Mooie opkomst. Kennelijk een onderwerp wat iedereen toch wel aantrekt. Dat dachten wij ook toen we hier... Sluit hier aan. Hier zijn zitplekken. Ja. Kun je gewoon zitten hier. We bijten niet. Wil je het beter horen, echt? Je krijgt niet het woord, oké? Okay? Kom maar. Ja, maar dat vind ik... Nou, een onderwerp wat dus inderdaad prangend is, zeker ook op deze beurs. Lucie en ik, daar staan we. Waar Lucie de eind van de keten beheerst, beheers ik hem aan het begin. Zo sluiten wij samen mooi die keten. En zijn hier ingedoken met veel enthousiasme en energie. Om vervolgens de vraag beantwoord te krijgen, hoe verpakken wij in 2030... 40 en 50. En dat hebben we natuurlijk niet alleen gedaan. Wij hebben hier een deel van onze experts. We hebben er in totaal 16 ondervraagd vanuit die hele keten. En zo hebben we eigenlijk een helder inzicht gekregen. En wij nemen jullie kort mee... Ik publiek fotografeer. ...in een, hoe we het hebben aangepakt. En vervolgens gaan we door middel van stellingen onze sessie vertegenwoordigen. Wat we gaan doen? Nou, ik ben Ariane van Mansjes en... Ik ben Lucie van Keulen. En de experts die hier aan tafel zijn, zijn Mark, Ulfert, Anna, Jan-Pieter en Karen. Vervolgens gaan we kijken, hè, waarom deze toekomstvisie, waarom is dat eigenlijk nodig? De trends en ontwikkelingen op macrogebied en ook op microgebied. En vervolgens de verpakkingsstappen per ketenstap. Een stelling per stap hebben we opgeworpen. En daar gaan wij over in discussie. Kijken. Ja, hier zie je nog even andere experts door de keten. Mag je ook een fotootje van maken. Dan weet je welke persoon per ketenstap nou eigenlijk het interessantst is. Vervolgens gaan we naar waarom. En dat is eigenlijk van belang. Hè? Eigenlijk wat wij ook weer deze dagen terug horen. Er is chaos gaande. Eigenlijk weet niemand waar het nu naartoe gaat. En daar wilden wij een antwoord op hebben. En uiteindelijk is orde schept... in de chaos bepaalde antwoorden. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. En wat door middel van die keten-experts te interviewen... hebben we eigenlijk een helder beeld gekregen waar het naartoe gaat. En wat wij eigenlijk altijd inmiddels heel flauw zeggen is... we hebben geen glazen bol, want als mensen ons vragen waar gaat het naartoe... en hoe bepaal je dat dan? Je kan de toekomst niet voorspellen, maar wel voorstellen. Dus bepaalde dingen kun je doortrekken. En dat is eigenlijk wat we gedaan hebben. Dus bepaalde ontwikkelingen, daar zit een bepaalde cyclus in. En dat trekken wij door, waardoor je toch wel bepaalde uitspraken kan doen. Twee uitspraken die ik ooit of gedaan heb of nu aan het uitkomen zijn... is één, heel Nederland gaat sushi eten in 1999. Ik was een roepen in de woestijn, want niemand at sushi. Maar we weten allemaal wat er gebeurd is. En de tweede is, de vervuiler betaalt. Die gaat ook uitkomen. Ik las gisteren in de krant dat comfortwater wordt hoger belast. Weet jij wat comfortwater is? Nee? Dat is je bad, je tuin en je zwembad. Dat gaan we straks belasten, omdat we naar een andere situatie rondom water gaan. En dan worden dat soort zaken als de vervuiler betaald. Als jij extra water neemt, zal je daar meer voor moeten gaan betalen. Waarom wordt dit probleem nou eigenlijk steeds groter en uit de hand lopender? Dat is één, de groei van de wereldbevolking. We gaan naar 9 miljard. Maar ons consumentenpatroon stijgt ook mee. Zeker ook in BRIC-landen, waardoor dus ook ons consumentengedrag anders wordt en meer. Waardoor we eigenlijk straks, wat PwC voorspelt, die 9 miljard maal 2,7 moeten doen. Dat betekent dat wij hier met 20 miljard... mensen op de aarde zijn consumenten, 10 miljard mensen, maar 20 miljard consumenten. Die voedselbehoefte gaat daardoor toenemen, dus ook het verpakkingsvraagstuk. Vervolgens daardoor ook die emissies en uiteindelijk dus ook het verbruik van die grondstoffen. Dus de outlook is eigenlijk niet heel positief op dit onderwerp, gewoon simpelweg omdat we met meer gaan zijn. Dat leidt tot verdere opwarming van die aarde, wat we eigenlijk niet willen. Watersnoden, waarom we dus comfortwater gaan bestraffen. Verlies van biodiversiteit, toename van afval, want dat moeten we ook zeker hebben. We horen hier mooie verhalen natuurlijk ook over recyclebaar CO2, maar die afvalberg, die heb ik heel helder op mijn vizier, want die groeit ook met alles nog elke dag. En dat is uiteindelijk de home of mankind. En het druk op levenskwaliteit daardoor, en daar hoef ik ook niet veel over uit te breiden, wat er allemaal in de wereld aan de hand is, dat het er niet gezelliger op wordt.
Dus er is tijd voor actie. Want als je dit ziet, dat is eigenlijk een aantal grafieken die in een heel rap tempo dus over die grenzen van die aarde gaat. Dus in 2009 zaten we in die 3 boundaries. In 2015 4 en in 2023 6 boundaries zijn we overheen gegaan. Dat betekent dat we dus meer nemen dan eigenlijk teruggeven aan de aarde. En dat hoef ik ook niet uitleggen dat daar dat we dat niet hebben. Dus die Earth Overshoot Day was dit jaar al op 1 april. Die hoort eigenlijk te zijn op 31 december. Of liever nog terugger. Maar duurzaamheid is complex. Dat blijkt ook weer hier, deze beurs. Dus wat we nodig hebben is echt context, context, context om de juiste keuzes te maken. Uiteindelijk doen we hier natuurlijk een hele korte recap vandaag over dit onderwerp. Wil je daar meer van weten? Wij staan aan het eind van de straat. Now New Next en Latari mee. En hieronder zit een heel groot onderzoek met heel veel duiding op details. Dit is het hockeystickmodel, de accumulatie eigenlijk van het afval. Dus in 12 miljoen ton plastic waste in 2050, als we eigenlijk nu niet ingrijpen. Van de plastic tap is 40% verpakkingen. Dat is verreweg het meest. Mensen denken aan de auto-industrie of andere industrieën. Maar verpakkingen, omdat we natuurlijk allemaal elke dag eten, op alle continenten heel veel producten verpakken, is verpakking van het aandeel plastic het grootste. En ook weer van die waste formation is het ook weer 60%. Dus het zijn echt de twee grootste knoppen om aan te draaien. En als we dit tij dus toch niet op een manier weten te keren met het recycle, landfill en percentage op dit moment, lekt dus nog veel te veel uiteindelijk in zeeën en in onze planeet. Dus, maar helaas is er dus nog niet één gouden knop om die te beantwoorden, maar we kunnen dus wel scenario's voorstellen waar dat naartoe gaat. De verpakkingsketen. Ik ga mijn lieftallige collega Lucie de ding geven en ik ga de cube sturen. Om het lekker interactief te maken en heel veel onderwerpen aan bod te laten komen, want er spelen heel veel krachten. En er is toch best wat kennis nodig van al die krachten. Daarvoor hebben we de keten geanalyseerd en hebben we heel veel experts gevraagd. Wat we gaan doen, we hebben 10 stellingen bedacht. Daar mag een expert die aan tafel zit 2 minuten wat over zeggen. Daarna willen we ook echt graag jullie mening op die stelling horen. Mag een expert nog even wat zeggen en dan gaan we over naar de volgende stelling. Ramadabampam, dit is de keten die we hebben geanalyseerd. Dat begint eigenlijk met grondstoffen. Hey, wat voor verpakkingen worden daarvan gemaakt? Wat doet de retailer daarmee? Maar je hebt ook te maken met overheden, wetten en regels. IT-data wat zich ontwikkelt, educatie en onderzoek, ontwerp, consumentengedrag, lering over consumentengedrag. Afvalverwerking en recycling en het liefst dan rond en niet lineair dat het afval wordt eigenlijk weer. Over naar de eerste stelling. Beginnend bij overheden. Wetgeving is altijd een compromis. Het gaat niet de benodigde verandering brengen. Is er iemand die daar een mening over heeft? Je mag even je hand opsteken, zonder dat we allemaal door elkaar heen praten. Ulvert. Nou, dat is vrij helder. Dat hebben we ook de afgelopen 20 jaar gezien. Het gaat erom wat er in Den Haag haalbaar is en wat er in Brussel haalbaar is. Niet wat wij kunnen uitvoeren. Licht je toe niet wat wij kunnen uitvoeren? Nou ja, er zijn wetten nu recent over ons heen gegooid. Dus een ministeriële regeling. Eenmalig bruikbare kunststofartikelen, oftewel de subregelgeving. Wat een doolhof van uitsluitingen, bijpalingen en god weet wat is. Nou, ga er maar aan staan, jullie mogen het doen. De ene mag wel, de andere mag niet. En waarom? Volstrekt onlogisch, maar dat was in Den Haag haalbaar. Maar hadden we het zonder wetgeving dan geen statiegeld gehad? Had dat dan de oplossing gebracht? Nee, maar het was wel heel erg prettig geweest als er wat beter was geluisterd naar mensen die verpakken. Die ze hadden uitgelegd hoe complex het is. En niet dat ze dat achteraf erachter moeten komen. Dat de wereld veel ingewikkelder is dan ze uit hun stoel in Den Haag kunnen zien. Dat is mijn grootste irritatie, ergernis ten opzichte van Den Haag en Brussel. Men gaat ervan uit dat verpakkingen iets heel simpels is. Men heeft één kunststof, gooi je de ene kant in en komt er de andere kant eruit en dat is het. Zo werkt het niet, dat weten we allemaal. Oké, is er iemand in het publiek die wat van wetgeving vindt en denkt dat wetgeving wel helpt en enigszins de goede kant op gaat? Die durft, die krijgt hem. Ja. Ja. Heel goed. De voorzitter van de VNV, die kan daar vast wat van vertellen. Ja, we hadden eerst de branche verduurzaamheidsplannen 1, 2, 3 geweest.
De branche duurzaamheidsplannen, verpakkingsconvenant. Daar is natuurlijk ook niet heel veel van terechtgekomen. Dus hebben we ook niet overheid nodig om een bepaalde verplichting te scheppen. Dankjewel. Mark, ik zag ook jou je hand opsteken. Wat vind jij van wetgeving? Ik ben het zeker niet oneens met mijn buurman, hè. Laten we dat voorop stellen. Mijn zienswijze is misschien net van een ander hoekje. Spijtig genoeg denk ik dat we de overheid nodig hebben om ons op gang te helpen. Maar ik ben het met of het eens van de expertise zit wel in de industrie, in de maatschappij. Dus of dat nu beter betrokken hadden ze kunnen zijn. Het probleem is, denk ik, wij waren niet in staat met z'n allen, hè, wat dan z'n allen is, industrie, maatschappij, consument, we hebben elkaar allemaal nodig, om vanuit intrinsieke motivatie, hè, ook al roepen we allemaal hard, om het voor elkaar te krijgen. En dan, ja, nu komen we met zo'n mooi juk. Maar in een bepaalde tijd, daar kun je vanuit, ik vind daar ook van alles van. Maar we hebben het denk ik wel even nodig als eerste aanzet. Dus ik ben een commerciant van Nature, dus een opportunist. Ik hoop met dit middeltje, wat nog echt niet het juiste middel is en niet de juiste punt aanraakt, ons wel doet bewegen in versnelling te komen om uiteindelijk wel de juiste oplossing te vinden. Daar hebben we de industrie voor nodig, de technologie hebben we ervoor nodig, de consumenten, hier wij onszelf, ons gedrag. Dan kan het nog beter, of kan het nog veel beter. Ik zie hier ook iemand popelen om er wat over te zeggen. Ga je gang, Karen. Ik denk inderdaad, Marieke haalt terecht de convenanten aan. Daar kreeg de industrie de ruimte om zelf te zeggen van nou, dit is wat we gaan doen en we doen het zelf. We zien dat als kennisinstituut zien we dat bedrijven die koploper zijn, die gaan wel, die lopen wel. Maar die wetgeving moet zorgen dat de hele meute uiteindelijk gaat bewegen. Maar hij moet niet te complex worden, want dan beweegt er helemaal niemand meer. Daar ben ik helemaal met Ulvert eens. Maar het is wel de drempel waar je eigenlijk met z'n allen overheen moet. En dat wordt dus de minimale drempel waar koploperbedrijven weer een heel eind vooruit zitten. Dus die moet je goed in de gaten houden waar je heen moet. Maar de complexiteit en zeker van de SUP-wetgeving. Ja, ik heb een collega die daar fulltime op zit. Dat is niet te doen. Dus dat moet niet. Maar we moeten wel duidelijk hebben, dit is waar we naartoe gaan. En wetgeving kan daar dus bij helpen. Ja. En we doen als bedrijven, ben ik ook met je eens, niet alles zomaar zelf. Dus we moeten ook wel richting krijgen. Maar er zit wel de oplossing. Want als je kijkt gewoon naar andere initiatieven of andere thematieken, met alle respect en Den Haag, sorry, maar kijk, als daar de oplossing vandaan moet komen, dat is no way. Het ondernemerschap en het innovatievermogen zit in de industrie, zit bij ons. Ja. Alleen hoe krijgen we dat bij elkaar, de freeriders? En doordat je dus doelen stelt en ruimte laat naar de middelen, dat lijkt mij de weg. Terwijl inderdaad bij de subwetgeving is het zo gedetailleerd gemaakt dat niemand, dat innovatie eigenlijk geen plek meer krijgt. Wat denk ik wel bijzonder van is om ons verder te krijgen. Want wetgeving loopt achter de feiten aan, eigenlijk. Ja. Als het goed is. Ik heb de oplossing. Ah, Mark, we gaan even over. Hier kunnen we namelijk denk ik heel lang over praten. maar we gaan toch over naar de volgende stelling, omdat het juist echt nog heel veel meer interessante dingen zijn. De tweede. Gaan we over op de afvalfondsen. Afvalfondsen heeft tegenwoordig verpakt, weten we, maar het gaat ons meer om uitvoerders van producentenverantwoordelijkheden. Die moeten ook de afvalkennis en de afvalberg eigenlijk conform wat de overheid wil en opgelegde targets regelen dat het gaat gebeuren. De stelling is, meer transparantie in de keten gaat leiden tot betere samenwerkingen. Karen, ik ga jou eerst de floor geven. Ben ik mooi de zaak? Ja. Ik denk inderdaad dat we wel heel veel transparantie moeten laten plaatsvinden. Want als je wil zorgen dat die motor eigenlijk, zoals jullie net daar op de achtergrond schetsen, als je dat als een motor ziet en gaat bewegen, moet je wel weten wat eraan komt. Dus je moet weten wat nieuwe innovaties zijn en die moet je in de keten kunnen vertalen naar uiteindelijk sorteren, desnoods via allerlei machines, zorgen dat die op de goede plek komen en zorgen dat die dat het uiteindelijk weer een nieuwe grondstof wordt. Of idealiter, als je met hergebruik gaat werken, moet je wel zorgen wat de markt gaat doen. Dus die kennis, die data, is cruciaal. Maar daar zit ook nog wel iets spannends aan. En dat zie je eigenlijk ook steeds. Het vertelt ook heel veel over je bedrijf. En misschien wel jouw unique selling point. Dus hoe kunnen we die
mijn vraagstuk, en daar ben jij misschien wel degene die daar antwoord op kan geven, is hoe kunnen we die transparantie garanderen om die motor te laten lopen, zonder dat we elkaar te veel in de keuken kijken en alle te transparant moeten zijn. Dat is denk ik een hele leuke uitdaging voor de komende tijd. Anna, misschien wil jij daar reactie op geven? Ja, ik ben Anna, ik werk voor een softwareleverancier, een SaaS-product, wat eigenlijk gericht is op het registreren en administreren van herbruikbare emballagemiddelen. Dus iedere verpakking die in de hele wereld ergens weer terug moet komen en geregistreerd zal moeten worden. Het mooie van zo'n systeem is dat je het eigenlijk kan zien als een bankensysteem. Dus wij kunnen geld naar elkaar overmaken, maar we kunnen niet op elkaars rekening kijken. Ja. En dat is wat jij nu net benoemt. Hè. Je wil niet dat anderen inzicht hebben in jouw geheimen, hè, bedrijfsgeheimen, zodat zij allemaal maar kunnen kopiëren. Dus dan werken we in de IT met datasilo's, hè, waarin je gewoon iedereen in zijn eigen silo kan laten werken, dat goed wordt afgeschermd, en daar heb je allemaal mooie technieken voor, waardoor je een platformgedachte kan gaan creëren en al die gegevens met elkaar kan uitwisselen, zodat je transparantie krijgt in de keten, zodat je kan zien wie heeft het, waar komt het vandaan. Je kan zelfs over een productpaspoort gaan nadenken, waar zijn de grondstoffen van gemaakt. Je kunt daar CO2 in gaan berekenen. Dus hoe meer je inzichtelijk gaat maken met data, hoe uitgebreider de informatie wordt en hoe beter je ook kan gaan samenwerken. Is er iemand in het publiek die denkt, wij lopen echt op kop met data, wij zijn een cool voorbeeld? Daar is werk aan de winkel. Ja. Wie vindt data dan wel belangrijk? Wie denkt er, ja, daar zetten we echt op in? Ik zie achteraan een hand. Ja. Wil je er iets over zeggen, dat data delen belangrijk wordt? Zeg even wat je doet met data misschien en waarom je vindt... Ja, iets moois over zeggen. Waarvan ben je? Iets moois. Danone Nutricia. Kijk, okay. Dat is een belangrijk speler. Ja, vertel. Okay, dat weet ik niet, maar we doen ons best. Zeker in deze discussie, ja. Wat wil je horen? Want ik kwam net langs en ik vind data heel belangrijk. Wat doen jullie er nu dan al mee? Te weinig, sowieso. Een voorbeeld is dat ik gisteren werd gevraagd om de circulariteit van onze portfolio op te lepelen in een presentatie voor onze B Corp certificering. Ja. En dan ga je op zoek naar de data en die is er ook wel, maar om dat allemaal bij elkaar aan elkaar te verbinden en daar vervolgens ook conclusies aan te trekken, uit te trekken. Die belangrijk zijn, want het gaat over certificering, dat is best wel eens lastig. Ja. En dat wil iedereen wel, maar om daar zeg maar bindende dingen mee te doen, dan merk ik dat altijd nog wel lastig blijft. Dus eigenlijk zien we heel erg de conclusie dat iedereen vindt data belangrijk. Je eigen data op orde hebben is nog best een uitdaging. En dan helemaal om het te durven delen. Is er iemand die toch een voorbeeld heeft hoe data geholpen heeft bij innovatie? Oh, we lopen achter op data, zie ik. Ja, data wordt nog een interessant onderwerp. Ja. Misschien wel een mooi bruggetje naar het volgende. Als we teruggaan naar de eeuwwisseling, hadden we de BSE-crisis. En toen kwamen we erachter, doordat we gingen meten, dat we zo ongeveer 6%, 7% van het vlees weggooiden in de supermarkt. Alleen door te gaan meten. En nu zitten we zo rond 2-3%. Dus een geweldige milieuwinst hebben we bereikt door te gaan meten en een verbeterde verpakking in te voeren. Beschermde atmosfeer. Dus ja, data helpt, maar data moet kloppen. En daar zit vaak de bottleneck die vergeten wordt en waar ik mijn brood mee verdien. Want vaak klopt data niet. En dan komen mensen bij ons van, hoe kan dit nou? Ja, als je iedereen gelooft, dan kloppen dingen inderdaad niet. Anna, de volgende stelling is, dankjewel Uffert. In het onderdeel technologie, data gaat de grootste impact maken bij veranderen van de keten. Nou ja, het is precies eigenlijk wat mijn buurman net ook benoemde. Als je niet meet, dan weet je het ook niet. Dus belangrijk om ervoor te kunnen zorgen dat alle afval wat we met z'n allen produceren, maar niet meer zo de wereld ingeschopt wordt, maar dat er allerlei initiatieven ontstaan om herbruikbare emballage, middelen of verpakkingen te gaan maken en dat goed bij te gaan houden. Die data is heel erg belangrijk. Dus ook die datastromen en ervoor te gaan zorgen dat bijvoorbeeld CO2-uitstoot gemeten kan worden. Hè? Dat je kan zeggen van, er komen transporteurs op de weg die van alles mee gaan nemen. Hè, we weten precies waar ze rijden. We gaan ook die routes efficiënter inzetten, zodat er minder CO2-uitstoot komt. Dus al die data van al die stakeholders in de logistieke keten,
ja, als je die bij elkaar brengt, dan heb je een heel mooi meetbaar instrument. Maar data is ook zo goed, heb ik ook wel geleerd, als de gever of als de nemer. En als die elkaar taal niet spreken, is data heel ingewikkeld, klopt, heel veel, heel dubieus eigenlijk. Want de een meet CO2 in Europees equivalent, de ander op Amerikaans equivalent. Ja, hoe zorg je nou voor echte onafhankelijkheid en vergelijkbaarheid van data? Nou, en daarin heb je inderdaad de weerwar van applicaties die iedereen gebruikt. Hè. En iedereen, in Amerika gebruiken ze inderdaad weer andere metrics dan in Europa. Belangrijk is, doordat data slim is, ook gebruikt door het gebruik van AI en robotica en automation, kun je ervoor gaan zorgen dat je al die datastromen aan elkaar knoopt. En daartussen die bruggen gaat bouwen, waardoor die datastromen wel met elkaar kunnen communiceren. Ja, en als je als bedrijf daarboven dat allemaal bijvoorbeeld met een BI-tooling die data samenbrengt, waardoor je het in één rapportage hebt. En natuurlijk zijn er nog heel veel bedrijven die steeds met een papier moeten werken. Of met, denk aan sommige landen die nog niet meedoen aan het ECMR. Zo zijn er heel veel ontwikkelingen gaande, maar iedereen is ermee bezig. Dus ik denk ook met AI en de robotica en het stuk automation, dat straks data, ja, dat gaat gewoon ons meetbare instrument zijn. Is er iemand anders? Want wij denken dat data de grootste impact kan zijn. Ik zie daar iemand die er wat over wil zeggen. Is er iets anders misschien wat de grootste impact gaat maken? Kunt u zichzelf even voorstellen van wie u bent? Ik ben Fons Nijssen. Ik ben werkzaam bij een bedrijf wat sectionaaldeuren maakt, ontwikkelt en verkoopt over de hele wereld. Wat mij nu opvalt, en dan ga ik even terug naar de jaren 1980, heb ik een keer sessies gevolgd van meneer Eliad Goldraad over data. Hij heeft een heel mooi boek geschreven, Hooiberg-syndroom. We verzamelen allemaal data. De vraag is, wat gaan we met die data doen zodat het informatie wordt voor onze beleidsmakers? En ik hoor je alleen maar over data, maar alleen getalletjes zegt mij niks. Wat wil ik met die getallen gaan doen? Dus hoe krijg ik nou die hele riddel van die hele stroom en die hele keten zodanig gepresenteerd dat ik als beleidsmaker aan de hand van een aantal kentallen uit die data die informatie kan gebruiken om beslissingen te nemen? En ik denk dat we daar soms te weinig aandacht aan besteden. We zijn van alles aan het verzamelen, knopen van alles in elkaar, maar wat is de essentie van de uitkomst? Ja, ik kan vast Ulfart nog even op haken. Of het gehoord. Ik heb het heel slecht gehoord. Je kunt allemaal data verzamelen, maar wat is de essentie? En eigenlijk, hoe moet een beleidsmaker uit dat hele oerwoud aan data... En nog meer data heb je bijna niet genoeg. Het ligt eraan wat je ermee doet. Is dat... Een beetje een idee, want ja, het verzamelen van die data vind ik mooi. Ja, en dat is inderdaad een punt wat bij heel veel bedrijven het geval is. Hè. Iedereen heeft een enorme dump van data. Er zijn bedrijven met duizenden werknemers waar allerlei excelletjes en formulieren worden bijgehouden. En zie al die data en die brei aan informatie maar samen te brengen tot één mooi structureel overzicht waar je als bedrijf ook op kan gaan sturen. En... ja, we hebben een aantal mooie whitepapers over geschreven, dus die kan ik gerust, als u straks even naar me toe komt, aan u bezorgen. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om die data goed gestroomlijnd te verzamelen en ervoor te zorgen dat het in het juiste platform komt. Maar naar beleidsmedewerkers toe en beleidsmakers, ja. Hoe denk jij daarover als wetenschappelijk die probeert onafhankelijkheid daarin juist te strijden. Wat is jouw... De data komt binnen met microsecondes. Inzichten worden gegenereerd met jaren. En daar zit een groot verschil. En dat is toch iets menselijks. Computers kunnen geen inzichten genereren. Je moet de data begrijpen. Daarvoor heb je een opleiding nodig en een goed stel hersens. Gelukkig hebben hier heel veel mensen een goed stel hersens. Dat is prima. Maar je moet ook de tijd hebben om het op je in te laten werken. En het in een context kunnen plaatsen. En dat kunnen veel mensen helaas niet. Nog een laatste mening, dan gaan we door naar de volgende. Nou, misschien even over data en als producent ook van consumenten. Stel jezelf even voor, dat is misschien... Ik ben Jan-Pieter, ik werk bij Maypal en wij maken kunststofproducten zoals bijvoorbeeld deze. Data, ja, twee dingen. Ik zou inderdaad zeggen klein beginnen. En toepasbaar maken, want je kan helemaal verzuipen in allerlei data en dan weet je niet meer waar je eindigt en waarvoor je het doet. Ja. En het tweede wat ik heel erg tot op heden nog mis in de discussie is
waar zit nou de grote aanjager van het gebruik van al die producten die we iedere dag met elkaar maken, de wereld overslepen? En dat is de consument. Dus inzicht in consumentengedrag en op dat niveau vanuit een expertise van een bepaalde categorie als producent is denk ik heel erg cruciaal. En daar zou, dat zou mijn voorstel zijn om daar vooral te beginnen, om te begrijpen vanuit data wat doet die consument iedere dag, wat motiveert hem om bepaalde keuzes te maken en dan de wereld stapje voor stapje een beetje beter te maken. Gaan we zo meteen zeker nog op terugkomen, want uiteindelijk bepalen wij met ons gedrag echt wel heel erg veel. Gaan we echt nog op terugkomen? Mooi punt. We gaan eerst nog even naar educatie en onderzoek. Onafhankelijke kennis wordt te weinig gebruikt bij besluitvormers. Daar kan Ulfert zeker nog even zitten. Natuurlijk, maar dat is ook weer zo'n data-overschot. Want als je op dit moment een Google Scholar of een Scopus opentrekt en je zoekt een paar verpakkingszoektermen in, dan word je overladen met onzin. En dat is helaas ook de situatie. Dus er wordt te weinig geluisterd, maar dat komt ook deels door onszelf, omdat we te veel onzin verkopen als universiteiten. Iemand in het publiek die daarop wil reageren? Mark, die had wel nog een mening daarover. Laten we Mark wat laten. Ook weer inhaken. Het lijkt wel of we het helemaal met elkaar eens zijn. Ja, inhaken op de buurman. Ik denk de uitdaging is, er is zoveel data. Er is ook heel veel fake data. Dat de angst is van, wat is nu de werkelijkheid? Dus een soort van standaardisatie. En die komt dan ook weer terug bij wat je gaat doen met data. Data is mooi, maar je moet er informatie van maken. Daar zit denk ik wel de uitdaging. Dus als we dat op een of andere manier kunnen tackelen. De grote oliereuzen? Die hebben nu ook al semi-onderzoekinstituten die alleen maar eigenlijk een strategie hebben. Fuzziness creëren, twijfel. Moet het dan de wetgeving zo meteen tot in het diep zitten? Hij zeggen, iedereen moet data aanleveren, maar wel tot XIZ AB BB 3.0. Hoe onafhankelijk zijn die van die reuzen? Want die worden betaald door de reuzen. Dus die niet juist. Maar die hebben wel een hele grote invloed daarop. Ja, absoluut. Dat is misschien een politiek probleem. Hè? Dat we leven in een lobbycratie. We denken dat we in een democratie leven. Maar dat is gewoon niet zo. Mensen met de grootste bek in Den Haag hebben het voor het zeggen. En in Europa? Bedrijven met het meeste geld. Hè? Die kunnen investeren in genoeg datastromen de juiste kant op sturen. Hè? Dan geldt ook daar de recht van de sterkste. Dus voor ook de kleinere bedrijven belangrijk om zelf owner te blijven van die data en te zorgen dat je daarin het overzicht blijft behouden. En ik wil nog wel heel even terugkomen op het punt wat jij net zei, van het is heel moeilijk om dat te lezen en heel veel mensen snappen het niet. Maar inmiddels zijn er zoveel toolings, zoals een Power BI of weet ik wat, die al die data heel mooi kunnen verzamelen en in een prachtig dashboard voor je kunnen zetten, dat het voor iedereen leesbaar is. Alleen het instellen van zo'n dashboard, daar zul je dan een expert voor moeten inhuren, maar die kun je overal in de wereld vinden. Maar blijf owner van je eigen data. Zorg dat je daarin... Karen, wat wil je? Ja, dat absoluut. Maar data hebben is nog geen kennis. Ja. Dus ik kan prima de data hebben over wat waar beweegt of welke consumenten wat kopen. Ik bedoel, ik kan uit allerlei systemen met Power BI zeggen van zoveel verpakkingen van dit is verkocht. Maar dat is nog geen kennis, want ik moet begrijpen wat die verpakking is, wat de consequentie van die keuze van die consument is, hoe die doordraaft in de rest van de keten. Dus het is, data is één ding, maar het, precies wat Ulfert zegt, het begrijpen wat dat is, ja, daarvoor heb je toch gewoon opleiding, ervaring en dat goed stel hersens nodig met z'n allen. Dus het is nog niet zo dat als we alle data hebben, dat we dan ook alles zomaar opgelost hebben. Ik sprak een producent die zei, ja, ik volg het KIDV. Maar waarom doet dat KIDV? Waarom zeggen ze dat de folies PEPP moeten zijn? Ik zei, wat is dan je eigen mening? Wat is je eigen kennis daarover? En wat ik probeerde tegen hun te zeggen... Ja. Ben zelf nou ook eens kritisch. Heb zelf nou ook eens die kennis. Weet het. Ze liet zich helemaal... Wat KIDV zegt, nou, dat is het dan. Maar dan... En vervolgens zeggen, ja, nee, maar dat advies klopt niet. Ik zeg, maar wat heb je nou zelf eraan gedaan? Ja, maar dat is ook het moeilijke voor bedrijven natuurlijk. Kijk, als jij een verpakking gaat ontwikkelen en je wil bepalen of die bijvoorbeeld goed recyclebaar is, dan is het onmogelijk dat jij bij alle sorteerders langs gaat en bij alle recyclers en dan vervolgens kijkt wat de beste oplossing is.
daar zijn wij en andere partijen voor om daarbij te helpen. Met kennis van de universiteiten, met kennis van de praktijk. Maar daar moet je inderdaad helemaal met je eens altijd weer kritisch naar blijven kijken. Dus gebruik je eigen kop om te denken, hé, en stel de vraag ook als je denkt, oh, waarom doen ze dat? Maar in alle zin is, we kunnen heel veel baseren op data, maar we moeten die logica, dat is gewoon mensenwerk. Daar moeten we gewoon goed over blijven nadenken en elkaar heel scherp houden. Oké. Jan-Pieter wilde. En blijven leren en niet stilstaan en denken, dit is het. We kunnen wachten op een revolutie en de techniek is best wel ver en misschien wel revolutionair. Maar de mens die uiteindelijk de interpretatie moet doen, dat wordt een evolutie. Want we zoeken, de mens moet opgeleid worden, we worden steeds slimmer. Het punt wat ik wil maken, want het wordt data een beetje een containerbegrip. Ik denk wel belangrijk is dat, kijken naar onszelf, we moeten eraan beginnen. Wij weten het ook nog niet, maar we gaan eraan beginnen. We gaan die getallen op tafel leggen en eens kijken wat het betekent. En aansluiting zoeken in de keten, terugwaarts, voorwaarts. Dit vinden wij, hoe sluiten wij bij jullie aan? Want als we moeten wachten op de mastodonten zich beter gaan gedragen of de overheid de standaard uit gaat vinden, ja, dan is de wereld al lang naar de kloten. Dus we kunnen dan toch dan maar scrummen en ieder zijn eigen verantwoordelijkheid pakken, aansluiting in de keten. Dan denk ik dat we meerdere stappen maken dan, ik wil niet zeggen dat we allemaal gaan zitten afwachten, maar het allemaal beter weten en gaan zitten wachten op anderen. Dus, Sorry, we gaan even door naar het volgende. Goeie discussie, maar we gaan echt lekker door, dat houdt het ook goed. Ja. We zijn nu bij de consument, Jan-Pieter. De consument is paradoxaal. Aan de ene kant willen we gemak, we willen snelheid. Het moet nu instant happiness zijn, maar we willen ook eigenlijk wel duurzaam zijn. Ja, ben ik nou een burger die best weet wat eigenlijk goed is voor de wereld? Of ben ik maar nu die consument die eigenlijk nu mijn koffie wil en helemaal niet mijn beker mee heeft genomen? Oh, daar wil iemand echt heel graag iets zeggen. Dan gaan we naartoe. Stel je even voor, praat goed in de microfoon. Ja. Ik ben Gerard Spolstra. Vroeger heb ik in de oliebusiness gewerkt, global. Nu in de machinerie. Maar mijn vraag eigenlijk aan het panel wat er zit, want jullie zijn heel erg ervaren. Als je nou kijkt naar 15, 10, 5 jaar geleden, en je kijkt wat we allemaal hebben doorgemaakt, hebben jullie dan niet het gevoel dat we al heel veel bereikt hebben? Dat we al heel veel verbeteringen doorgezet hebben? Jan-Pieter wil daar misschien wel even op reageren. Het gaat om dat we veel hebben meegemaakt. Of we vijf jaar of bereikt. Ja, of we veel bereikt hebben. Nou, deels is dat zo, ja. Er wordt meer ingezameld, er wordt meer gerecycled en er worden nieuwe, allerlei andere objecten van gemaakt, deels en gedeeltelijk ook weer naar nieuwe verpakkingen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd zien we de omgekeerde reactie. Het wordt steeds meer per persoon geconsumeerd en we zien dat steeds minder mensen kunnen koken en dus steeds meer afhankelijk worden van gemaksmaaltijden met steeds meer plastic eromheen. En dat vind ik heel erg jammer. En we zijn ook met steeds meer mensen. En met de grootste groei is in Azië, waar dit nog veel harder optreedt. Ik wil toch even voor de logica terug naar de stelling. Jan-Pieter, je noemde net al de consument. Heb jij hier iets over te zeggen van die dualiteit in de consument? En ook nog opkomende andere generaties met ander gedrag dan dat je misschien denkt. Ja, nou die consument is denk ik waar het allemaal uiteindelijk om draait. Wij bepalen iedere dag, ik, jij, wij hier allemaal, de impact die wij maken met onze keuze. Dat is echt, daar draait het om mijn zinziens. Helaas is het zo dat consumenten verschillende petten dragen. Dus de hedonist versus de bewuste burger, maar even de twee uitersten. Nou, ik denk dat het goede nieuws, hè, dus even de hedonist. Heel veel mensen zeggen, heel veel consumenten zeggen A, maar doen B. En daar zijn duizenden voorbeelden van. En ik zit al 30 jaar in de foodindustrie en sinds een jaar in de non-food. A zeggen is niet B, is niet hetzelfde als dingen doen. Dus daar zit een heel groot verschil tussen. En het tweede wat ik wil zeggen, en dat is misschien ook wat antwoord voor een deel op jouw vraag daar. Het goede nieuws is wel dat het type consument, denk ik, rap aan het veranderen is. De jongere generaties. Ik heb toch echt de indruk, ook ik heb zelf 4 kinderen, dat die meer bewust bezig zijn met die bewustere keuze. En dat hedonisme af en toe wat meer naar de achtergrond schuift. Maar zij zijn aan het ontkoken. Willen veel sneller minder tijd in de supermarkt besteden. Minder lang in de keuken besteden. Ja. Ik heb 20 dingen die ik moet doen op een dag. Hoe zie je dan die duurzame nieuwe generatie, de nieuwe generatie duurzaamheid? Ja, nou, ook daar zit natuurlijk een heel groot verschil tussen wat ze zeggen en wat ze doen. Hè? En misschien is dat verschil nog wel groter dan bij de oudere generaties. Ja. Misschien heb je ook wel een paar levensjaren nodig en wat wijsheid om gewoon echt te begrijpen wat de consequenties zijn van je keuzes.
Maar ja, ik zie daar toch wel druk vanuit verschillende kanten dat we de beweging moeten maken. Hè. De reden dat we deze discussies hebben is ook door de jongere generaties die dat steeds meer op de agenda zetten. En ja, weet je, ik heb heel lang bijvoorbeeld in koffie gewerkt. Fair trade was altijd een heel mooi paradepaardje. Nadat een marktaandeel van 1% of zelfs minder voor 40 jaar... En op een gegeven moment onder druk van toch mensen binnen Douwe Egberts, die zeiden van ook wij moeten duurzaam koffie gaan sourcen, wat impact heeft op miljoenen gezinnen in allerlei oorsprongslanden. En toen is Douwe Egberts met een programma begonnen, dat is niet iedereen bekend, maar het is al 10, 15 jaar geleden. Waardoor het aandeel duurzaam gecertificeerde koffie in de producten van Douwe Egberts gewoon enorm is toegenomen. En dat heeft een veel grotere impact gehad dan wat Fairtrade eigenlijk heeft gedaan in de 40 jaar daarvoor. Op een veel kortere tijd. Op onafhankelijke onderzoeken gaan, er komt steeds meer consumentenkennis. Neuromarketing, want 95% van onze keuzes zijn onbewust. Maar ze kunnen met computers al heel erg in ons brein kijken, misschien straks wel beïnvloeden. Is er een consumentenkenner in de zaal misschien die daar wat over wil zeggen? Die op dat gebied zich ontwikkelt of meer over weet? Jammer, helaas. Iemand anders die iets over de consument wil zeggen en het gedrag aan de dualiteit bij de consument, die dat merkt of die zich daar heeft aangepast? Of merkeigenaren die hiermee te maken hebben? Nee, dan gaan we verder. Nou, dan gaan we verder naar de volgende stelling. Grondstofproductie. Binnen 5 jaar heeft biobased een 30% aandeel in mijn portfolio. Nou, Mark, daar wil jij vast iets over kwijt. Ik hoop het. Veel sneller zal het denk ik niet gaan, hè, met wat we zien nu. De beslissingen worden nog anders gemaakt. Mono en het papier, als we het even over plastics flexibles hebben. Waarom duurt het nog zo lang? Want iedereen weet, jongens, uiteindelijk kunnen we met onze fossielbeest niet nog 20 jaar doorgaan. Waarom gaat het dan zo langzaam? Mijn intake waarom het zo langzaam gaat is één, de technologie. Hè, die is er wel. Ja, dan heb je het over volume, hè, de driver van kosten versus de alternatieven. Ik denk nog ook in combinatie, zoals wij dat noemen binnen ons bedrijf, sustainability jungle, hè, dus de navigeren tussen alle verschillende data, wie kan ik nu vertrouwen, wat is nu de beste oplossing, is het mono, wat beter recycle is, of is het toch papier. Die discussies hebben wij per brand verschillend. Binnen een brand nog, een brandhuis met verschillende brands, zien we nog verschillende beslissingen. Dus dat zorgt voor een vertraging. Dus ja, één, ik denk money talks nog steeds. Dus er zijn al wel merken die bewust meer uitgeven om een duurzame oplossing. Die zien we ook, gelukkig. Maar we zien dit nog niet snel genoeg gaan. Hulvert, maar jullie doen heel veel onderzoek hierop. Er gebeurt echt heel veel. Kun je van die kant wat vertellen? Het is meer een, wat mijn buurman zei, een centenkwestie en een dilemma kwestie. Want op het moment dat ik nu bijvoorbeeld PLA-yoghurtbakjes op de markt wil gooien, dan heb ik het vermoedelijk het hoge tarief van verpakt te pakken. En dat is heel logisch, want het past niet in het huidige systeem. Kortom, we moeten veel meer dingen tegelijkertijd in het systeem veranderen. En dat is niet makkelijk, want dan moet je met alle belanghebbenden uitgelijnen. Ik zie hoopvolle signalen. Ik zie de Nederlandse plasticnorm, waar biobased in geëist wordt over een paar jaar. Of recycled content, maakt niet uit. Prima. Tegelijkertijd lees ik de PPWR, de laatste tekst die nu voor ligt. En daar wordt heel veel twijfel gezaaid weer over of biobased nou echt wel beter is dan fossielbased. En dan denk ik, de lobbyisten hebben gewonnen in Brussel. Natuurlijk, de zittende industrie wil zijn assets verdedigen. En dat begrijp ik, maar het is jammer. En dat is een deel van het probleem. Jan-Pieter, ga jij over 5 jaar 30% van je producten uit de biobased maken? Nou ja, kijk, even de quote en ook omwille van de discussie. Ik hoop het wel, maar ik doe er een grote hoop naast. Maar ik geloof er helemaal niets van. Ik denk dat dat totaal onrealistisch is, om een aantal redenen. Allereerst, kunststof is gewoon ontzettend efficiënt materiaal. Twee, alle alternatieven, zeker met de tijdspannen van 5 jaar hier op het scherm, zijn gewoon kostbaarder.
En dan kom ik toch weer uit bij die consument. En zeggen en doen is twee verschillende dingen. Zodra er een meerprijs aan hangt, dan haakt toch de grote groep af. En ik ben bang dat die 5 jaar dan veel en veel te kort is om naar zo'n percentage te groeien. Oké. Dank voor die bijdrage en helaas voor dat blikveld. Ontwerp speelt natuurlijk ook een grote rol. In het ontwerp wordt 80% van de lifecyclekosten bepaald. Duurzaamheidswinst is daar best lastig. Want wederom die consument, die wil heel graag die papieren verpakking, want dat voelt zo lekker. Ik sprak ook net weer een levensmiddelverkoper. Zei, ja, we gaan allemaal naar papier. Ik zo, hè? En je hebt nu plastic wat super dun is en wat eventueel te recyclen is. Dus daar de perceived duurzaamheid voor de consument versus de really achieved duurzaamheid. Wil iemand daar iets over zeggen? Dit is heel interessant, denk ik. Er zijn de piramide van Lansing. Hè? Ik weet niet of iedereen die kent. Maar we hebben het heel erg net ook weer over biobased materials en recyclen bijvoorbeeld en circulariteit. Maar het mooiste wat we natuurlijk met elkaar kunnen doen is gewoon stoppen met het gebruik van een aantal dingen. Hè? Refuse. Het tweede is minderen, verminderen, reduce. En het derde is reuse. Nou, reuse, hier spreek ik ook voor eigen parochie. Ook ik ben een commerciant. Maar zolang wij gewoon niet meer dit soort flessen water kopen, maar zelf even een hergebruikbare verpakking gebruiken om, nou, in dit voorbeeld water uit te drinken. Dat heeft veel meer winst op de korte termijn. Levert veel meer winst op de korte termijn dan. Maar heb je de foto's gezien in Tilburg? Daar is carnaval gevierd. Allemaal de stad had voorgeschreven Rio's PP-bekers. Nou, je raadt het al, hoe zag de straat eruit uiteindelijk? Op dinsdagmiddag is dat dan 1 grote berg Rio's PP-bekers. Ja, maar dat is dus precies het voorbeeld. Daar zou dus een systeem moeten zijn van herbruikbare. Het waren herbruikbare kunststof, dikwandige pp-bekers. Kunststofbekers van plastic, niet biobased, met een statiegeld erop en dan niet iedereen. Dat was allemaal voorzien, dat grond. Was er. Maar de consumentengedrag, ja, je hebt 20 bier op en de hufterigheid kwam om de hoek kijken. Ja, nou ja, dan moet je het kostbaarder maken misschien. Hè. Ja. Dus het statiegeld hoger. Waren die bekers niet op te ruimen en gewoon weer in te leveren? Ik heb het niet gezien. Dat was echt heel smerig. Oké. Okay. Karin, ik denk dat die wij als consument, dus die consument klinkt altijd een beetje gek, hè? Over die ander, terwijl je er zelf ook bij hoort. Maar ik denk dat we best heel veel tijd nodig hebben om dingen te doen. Maar ik zat wel naar die 5 jaar te denken. Ik denk dat we een groter aandeel herbruikbare verpakkingen hebben in die komende 5 jaar, vind ik eigenlijk net iets realistischer dan biobased, omdat we daar met andere dingen worstelen. Maar dat herbruikbaar, ik zie daar wel echt de grote stappen gaan gebeuren. Zeker, nou, we hadden het net over een voorbeeld in Duitsland. Ja. Standaardisatie, kijken of je die markt zover kan krijgen dat wat je koopt in allerlei verpakkingen met een eigen etiket en een eigen brand natuurlijk, toch herbruikbaar kan zijn. Nou, daar moeten we heel hard mee aan de slag. Maar daar moeten we ook, zeg maar, dat is ook een beweging die we in gang moeten zetten en wat als een olievlek naar buiten gaat. En dan is het veel logischer dat als jij iets krijgt, dat het herbruikbaar is. Ja. Dus nu is het nog zo dat we eigenlijk gewend zijn om hup te doen. Ja. Maar als dat herbruikbaar is op veel meer facetten, dan denk je ook met je dronken harses misschien wel na over de herbruikbaarheid van die andere. Ariane, jouw ontwerpershart wil je ook iets over zeggen. Ja, kom uit de luchtvaartindustrie waar reuse al 50 jaar de norm is. Wie is er op dit moment bezig, merkeigenaar of retailer, met reuse in retail? Ja, daar hebben we iemand. Hey Hilde. Hallo, daar wil jij vast wat over zeggen. Stel jezelf even voor. Ja. En een beetje hard praten, want het is best moeilijk te horen. Dichtbij, ja. Ik ben Hilde Beugeling, ik ben onafhankelijk consultant bij SubZero. En ik heb implementatie van een verpakkingsvrij concept bij Albert Heijn gedaan met herbruikbare verpakkingen bijvoorbeeld. Maar dat doe ik ook in andere sectoren dan de supermarkt. Wat heb je daar met name geleerd? Wat was je grootste take-off eigenlijk? Grootste take-off, ja, dat moet je eigenlijk aan Albert Heijn vragen. Er zijn mensen genoeg van Albert Heijn hier ook aanwezig. Ik ga daar ook niet allerlei vertrouwelijke dingen over onthullen natuurlijk. Wat dan eigenlijk wat je wel verbaasde? Wat opvalt als je een wand installeert van 6 meter met 72 producten reuse, dan ga je eigenlijk, er zijn een paar dingen die dan opvallen. Dat je eigenlijk binnen een categorie, als je nu in de supermarkt heb je 40 keuzes voor 1 product. En dan ga je er terug naar 1 of 2 en dat kan ook gewoon. Dat vinden mensen soms ook heel erg lekker eenvoudig. Het is ook
Het bepaalt je bij wat je gewend bent. Een hele ingewikkelde infrastructuur die we hebben bedacht, maar het kan ook veel eenvoudiger. Maar ook bijvoorbeeld dat als je, ook al zet je dus 6 meter neer, wat een behoorlijke grote impact heeft in een supermarkt, dan is het nog steeds maar 1 of 2% in een wereld van wegwerp. Dus het bepaalt je heel erg bij dat wegwerp onze leefstijl is. Weet je, we kunnen bijna niet anders. Dus het reuse aanbod wat er nu is, dat is nog steeds maar een heel klein, hoe zeg je dat? Een hele kleine try-out met hoe we ander consumentengedrag kunnen gaan oefenen. Maar dat er wel weer een kluger is bij de consument, maar het ook weer beïnvloed voor kan de consument aanbieden van de dingen. Sorry, een hele korte, snelle reactie dan nog. Nou, er zijn ontzettend veel mooie initiatieven momenteel bij grote bedrijven die echt de omslag naar reusable aan het maken zijn. En dat komt denk ik ook wel door die wetgeving PPWR. Ze worden gestimuleerd omdat ze straks als bedrijf de rekening moeten gaan betalen op de hoeveelheid afval die ze de wereld in gaan schoppen. Als voorbeeld, we hebben recent een Noors bedrijf die herbruikbare visboxen voor die grote zalmen. Er gaan 5 miljoen polymeer visboxen per jaar in de afvalberg in Noorwegen en in Schotland. Dat worden nu herbruikbare plastic bakken die allemaal met RFID-tags worden gemeten. En zo zijn er heel veel initiatieven gaande. En ik denk wel dat die wetgeving, hoe rottig het ook is dat de overheid soms dingen voor ons moet bepalen, meehelpt aan de stimulans in het bedrijfsleven. En dat het uiteindelijk doorcijpelt naar de consument. Het gaat ook met kleine stapjes. We kunnen niet in één keer alle verpakkingen in reuse. Nee, we moeten leren en we moeten kleine stapjes vooruit maken. Ja. We zijn het helemaal eens dat het een geweldige trend kan zijn. We moeten ons wel realiseren dat wij als consument en wij als retailer en als verpakkingsproducent dus flink moeten veranderen. Denk even over je eigen huis. Ik woon aan de grens, een zak voor Duitse statiegeldflessen en een zak voor Nederlandse statiegeldflessen. Zo direct moeten daar dus een nieuw schap bij voor bakjes of pizzadozen die herbruikbaar zijn. Of god weet wat we nog meer gaan bedenken. Allemaal heel goed, maar je moet je huis erop aanpassen. Ik heb de ruimte. Ik waag het te betwijfelen of dat in Rotterdam of in Amsterdam voor een gemiddeld huishouden ook zo is. Dus we moeten omdenken, we moeten veranderen, ook in ons huishouden. En dat geldt ook voor de retailers. Die verkoopt liever paashazen extra schap dan een extra innameapparatuur voor herbruikbare pizzadoos of god weet wat. Maar zometeen, als het allemaal veel kostbaarder gaat worden omdat gewoon de grondstoffen opraken met zoveel mensen, zullen we zwaar belast gaan worden voor elke verpakking, voor alles wat we gaan doen. En op een gegeven moment wordt echt wel veel meer de vervuiler betaald. Dat gaat nog even duren. We gaan over naar verpakkingsproductie. Sorry. Het komt zometeen vast nog wel aan bod. Verpakkingsproductie. Robots in combinatie met AI zullen het merendeel van het werk gaan overnemen uiteindelijk. Mark, kun jij daar wat over zeggen? Ja, dit gebeurt al bij ons. Ja. Dus maar het betekent wel dat er anderen, bijvoorbeeld dan komen we weer terug op data. Dus ja, we zullen minder directe mensen aan de lijn hebben die het verpakken. En we zullen ander werk daarvoor terugkrijgen. Welke verhouding dat is, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar dit is gaande, om verschillende redenen. Vanwege prijsdruk, vanwege volume, vanwege schaarsheid, noem maar op. Dus ja, hoe verplaats ik het dan naar een Azië, waar de bevolkingsgroei het allergrootst is en waarbij eigenlijk die allerarmsten die zo hard aan het groeien zijn, juist nog wel dat werk gaan doen? Oké, dit is hier, we zitten hier ook op een kleinig eilandje. Kun je dat iets op wereldschaal inschatten, hoe je dat ziet gebeuren? Nou, of wat interessant is, bij Jan Pieter was ik in de productie, daar staan ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En die zijn heel blij met hun baan. Dus, deze beweging is gaande. Hè? Maar tegelijkertijd ook met de behoefte aan flexibiliteit en snel en kort kunnen reageren naar een veranderende consumentenbehoefte. Hè? Dat gaat van uur tot uur, dag tot dag, week tot week. Dus je lokaal zo inregelen, niet afhankelijk zijn van Verwegistan, hè? China bijvoorbeeld. Is denk ik heel erg belangrijk. En wij hebben dat bijvoorbeeld gedaan door inderdaad onze producten in elkaar te laten zetten. Enerzijds bij onszelf in het oosten van het land, in Lochem. Maar ook bij 20, 25 sociale werkplaatsen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat zijn er iedere dag 500 tot 600 die dan voor ons die producten in elkaar zetten. Dus dat is precies het tegenovergestelde van volledig geautomatiseerd. Dat is niet efficiënt, kost heel veel tijd,
Maar het is toch, denk ik vanuit een maatschappelijk breder perspectief, heel goed te verantwoorden en ook financieel duurzaam. Als ik als recycle-expert en afvalverslaafde kijk naar die keten, zie ik zo sterk wat Ulfert ook zegt. De keten moet anders. Wij bieden nu producten aan, maar er is niemand die eraan trekt. En als we niet misschien een marketeer zegt, hey, wat heb ik, wat kan ik daarmee? We moeten anders gaan samenwerken. Weet nou eens wat er is, wat de ander over heeft of wat de ander weet. Maar daarin, als ik dat doortrek, zie ik veel meer lokale kleine ketens. Reuse-ketens, toeleveringsketens, arbeidsketens. Dat is toch denk ik een oplossing. Het komt niet meer allemaal van, ja, misschien ananas of weet ik het niet, van her en der vandaan. Is er iemand uit het publiek die hier een mening heeft, een gevoel bij heeft, al heel veel robots gebruikt of juist minder robots gebruikt, lokaal afvalstoffen haalt om producten van te maken? Nou, nog niet. Nog niet. We kunnen er nog aan werken. Brad. Aanvulling op wat je zegt. Ik denk dat we met de coronacrisis en de supply chain disruption over de afgelopen jaren veel geleerd hebben. Dus die kleine lokale ketens, die worden denk ik belangrijker. En dan zijn juist die partnerships, samen moeten we het doen. Hè? De leverancier van het materiaal, de producent, de merkeigenaar. Ga ze maar door, die hele keten. Dat wordt juist belangrijk in mijn inziens. Ja, iets bij zich. Even wachten. Ja. Het klinkt gemeen en het is vervelend, maar we zouden eigenlijk wat frequenter een crisis moeten hebben om dit gedrag nog beter te stimuleren. Want COVID heeft helaas te kort geduurd. Allemaal goede initiatieven. We hebben er ook aan meegewerkt. En inderdaad, de eerste oplossingen hebben we in een kleiner regionaal opgelost. Maar het heeft eigenlijk niet lang genoeg geduurd. Want sommige dingen zijn weer terug op de plek. Wat ik jammer vind, want het kan gewoon in Europa. En Azië is groot genoeg om hem zelfs te bedruipen. En ook daar zul je een evolutie zien. Want je had het over Azië, maar als je het hebt over lage lonen. Je ziet in Oost-Europa zie je hetzelfde gebeuren. Daar is de behoefte aan automatisering ook gewoon. Dat heeft te maken met en de groei en volume en andere aspecten. En de combinatie kan, om daar even in te haken, Jan-Pieter. Het hybride, want wij doen dat ook. Hè, mensen met een achterstand of met een beperking. Die kunnen heel goed een oplossing zijn in het proces. Alleen dat is wel een specifiek deel en niet het geheel. Ariane, misschien wil jij bij de volgende stelling toelichten. Ja, in ons onderzoek sprak ik ook mensen van de retailkant. Er werd een interessante discussie over marketingwaarde van verpakking. En dan heb ik het hier even voornamelijk over retailverpakkingen. Neemt af en de productwaarde neemt toe. Onder andere door de toename van online. Als je daar een mooie foto ziet en je bestelt iets en je krijgt thuis een witte doos bijvoorbeeld. Ga ik toch even de dames hiervoor vragen. Van Plus, hoe willen jullie daarop reageren? Nou, herkenbaar, de klant doet op verschillende momenten zijn aankopen en niet alleen meer op het schap. Dus inderdaad, dat die online aankoop is ook heel belangrijk. Dus design doe je eigenlijk in de hele keten. Hè? Niet alleen de schapwaarde, maar ook online. Maar het is heel ingewikkeld. Kijk, het is nog, je online omzet is nog niet zo groot. Hè? De meeste aankopen worden toch echt in de winkel gedaan. Dus ja, je kijkt ernaar, maar het is nog niet leidend. Dus, maar als je Gen Z ziet en hoe zij veel meer digitaal kopen, sneller, ik heb een feestje en het bier is op. Dat gaat toch toenemen, zou je zeggen? Klopt. Alleen, hoe spelen jullie daarop in dan? Hoe? Ja, om het online stuk goed in te richten. Maar wij zijn van Plus, wij hebben met name nog meer traditionele klanten. Dus bij ons is de aankoop in de winkel toch nog steeds het meest leidende. Maar de beelden online zo goed mogelijk laten zijn, daarop inspelen. Maar echt leidend is het nog niet, maar we kijken er zeker naar. Ja. Nee, we kijken ook vooruit. Hè. Dankjewel. Ja, ja. 30, 40, 50. Hoe gaat het er dan uitzien? Iemand? Een van de experts die je daar wat over wil zeggen. Neemt de waarde van een verpakking af? Ja of nee? Jain. Jain. Nou, lekker gepolderd. Nee. Maar we zien het in de praktijk. Ja. We werken voor de, zeg maar, meer de commodity producten. Daar gaat hij voor op. Maar als je het hebt over de gifting, dan zie je dat onderscheid. We krijgen letterlijk nog vragen van Mark, kun je helpen? Of Mark, Vetipak, kun je helpen ons helpen differentiëren door de verpakking ten opzichte van onze conculega's? Dus dat is ook nog steeds gaande. En we werken voor een merk. Ik denk de helft van de beleving zit in de verpakking. Dus
Die zijn er ook nog, ja. Karen, vind jij het interessant om daar nog even vanuit wetgeving, PPWR, onderverpakken, oververpakken, hoe zal dat gaan evolueren? Nou, ik denk dat uiteindelijk elke partij die iets koopt, koopt natuurlijk het product en niet de verpakking. Dus die krijg je erbij, behalve als je echt in de gifting sfeer zit, waar het belevingstukje zit. Maar voor de rest is dat... En de PPWR gaat wel iets zeggen over het verminderen van bijvoorbeeld verzendverpakkingen, de ruimte die je daarin hebt. Dat gaat natuurlijk wel spannend worden. Hoe kom je dan toch aan die beleving? Dus daar gaat echt wel iets knellen. Hoe kom je dan toch aan dat moment van het openen en dan met toch wetgeving die zegt, ja, maar het moet echt minder worden. Maar uiteindelijk, stel je gaat naar 2050 en je hebt een situatie waarin we bijvoorbeeld veel meer online doen, omdat we dat veel efficiënter hebben kunnen inrichten. Stel dat we daar zijn, dan heb je ook veel meer mogelijkheden, bijvoorbeeld voor hergebruik, veel meer standaardisatie, want dan gaat het alleen nog maar over het product. En dan moet je daar dus ook echt wel helemaal op onderscheiden. Dus we kunnen daar ook beter op differentiëren. Dus, ja. Want dit is eigenlijk een hele makkelijke online. Ja. Het meeste online is dan minder gifting. Ja. En dan mag het in een bruine doos thuiskomen. Ja. Terwijl als je het als cadeau wil doen, dan... Ja, als jij in de winkel staat en je denkt, ik wil een leuk cadeau... Ja. Dan moet er iets anders gebeuren. Dus we zullen ook binnen bedrijven verschillende... Nou ja. Die vraagstukken zijn er ook al. Dus dan krijg je eigenlijk nog meer SKU's. Ja. Ja. Nog meer verpakkingen, ja. Yes! Ja, of we overgaan naar de afvalrecycling. Nee, verschillende. Of juist inderdaad versimpelen op een heel groot bulk van je deel. En het bijzonder laten op een klein stukje. Ja, daar wil Jan Pieter nog even. Maar ik denk als je de massabalans pakt, dat je minder massa krijgt over dezelfde hoeveelheid artikelen. Dat zien we ook, gelukkig. Ja, dat kan je in het ontwerp wel. Jan-Pieter wil daar nog één toevoeging op doen. Ja, even om het andere geluid misschien ook te laten horen. Ik geloof hier niet in, eerlijk gezegd. Ik denk dat juist een enorme behoefte is aan individualisering, personalisatie. En dat kan je helemaal... dat wordt hyperpersonalisatie. Dus misschien moeten we wel nadenken over... platformverpakkingen. De code voor de drankindustrie is inmiddels een 1,5 liter fles. Maar die fles die moet je wel kunnen personaliseren naar specifieke consumentendoelgroepen, mijn zinziens. Als je reuse hebt, dan zou dat ook inderdaad weer makkelijker kunnen. Dat je daar misschien toch meer onderscheid in krijgt. Ja, en dat zullen producenten moeten doen om dan op dat niveau snel en flexibel op die consumentenvraag te kunnen inspelen met die gepersonaliseerde oplossingen. Anna? Als je dan inderdaad naar het probleem gaat over de herbruikbare pizzadoos en alles wat straks in de toekomst hergebruikt moet worden. Als die producenten gaan standaardiseren, zoals al gebeurd is met de petfles. Hè, dus iedere droogvoer, om het maar even oneerbiedig te zeggen, verpakking in de, of product in de supermarkt. Zoals een krusli, een snoep, hagelslag, dingen. Komen allemaal in dezelfde soort tonnetjes en die verdwijnen allemaal in een statiegeldmachine. En je geeft die producenten vrijheid om datzelfde type tonnetje te versieren, zodat het voor de consument aantrekkelijk wordt om het wel uit het rek te pakken, hè, waarin ze dat onderscheid kunnen doen. Ik denk dat je dan pas echt meters kunt gaan maken. Want anders blijf je inderdaad met het probleem zitten met duizenden verschillende soorten emballagemiddelen in je huis. En dat die consument op een gegeven moment denkt van, nou, dat wordt zoveel gedoe. Gooi dat maar lekker bij het vuilnis. Ja, maar we hebben ook experts gesproken uit de afvalverwerking, de afvalverbrander en recyclers. Die zeiden eigenlijk, jongens, als jullie op mijn stoel zitten, het neemt alleen maar toe. De complexiteit neemt toe. Ja. We verzinnen nog meer glossies, we verschillen nog meer oplosmiddelen. Mijn afvalprobleem is nog nooit gedaald in de afgelopen 25 jaar. Het moet alleen maar mooier, anders, de consument wordt groter. Jongens, ik zie deze bergwagen op één manier opgelost worden. Dat is hele strenge ge- en verboden. Iets anders is er niet. Die consument is lui, die consument is heel duaal. Oostblokmarketing noemen we dat. Oostblokmarketing. Ja. Juist, we gaan maar terug via wetgeving. Ja. Duurt nog even, maar er is geen andere uitweg dan dat. Eens hoor. Daar wil ik nog wel een klein detail op zeggen. We beginnen langzaam te begrijpen wat drukinkten doen in de recycling. En een aantal drukinkten veroorzaken sterk carcinogene stoffen in het recyclaat. En die kennis begint steeds groter te worden. En het zal niet lang duren voordat er een verbod op bedrukking komt. Kijk.
Een verbod op bedrukking. Had iemand daar al over nagedacht? Misschien is dat wel binnen 3 jaar, 5 jaar al 30% anders. Een QR-code voor alle informatie, hebben we al gezien. Maar nog niet wettelijk bepaald. Wie denkt dat de QR-code de standaard wordt over 5 jaar... voor informatievoorziening op de verpakking? Ik hoop het. Ja, jij ook? Wil je daar iets over zeggen? Standaard wordt op de verpakking. Ja, ik denk inderdaad dat dat de nieuwe standaard gaat worden. Omdat je dan ook veel minder nieuwe verpakkingen hoeft te maken als er voedingswaren wisselen of andere ingrediënten. En je kan up-to-date informatie delen met je consument. Dus ik denk dat het daar gaat. De dynamische QR-code, ja. Dankjewel. Daar is nog iemand die graag wat wil zeggen. Ja. Ja, of niet met de sporten vanavond, Ariane? Ja. Ik denk dat mijn moeder over 5 jaar nog leeft. En die en een QR-code gaat hem niet worden. Dus ik vraag me af, in het kader van verplichte informatie naar consument, of dat wel mogelijk is. Ja, nou, dat is inderdaad een hele leuke. Daar hebben we het dus over, als we naar de toekomst doen. Als we doen wat we deden, kregen we wat we hadden. Dus we moeten veranderen. En digitalisering en AI zal hier een grote rol in spelen. Net zoals bijvoorbeeld allergenen. Als je je eigen paspoort in je telefoon hebt, je scant je product, je ziet meteen of je het mag of niet. Of dat gaat komen, dat is natuurlijk de vraag. Ik denk van wel. Ik denk ook dat gamification daar een grote rol in gaat spelen. Zometeen, hey, wat is jouw CO2-uitstoot dit jaar geweest? Nou, ik heb deze maand zoveel uur gefietst. Want ik heb deze maand zoveel CO2 bespaard. Of hieraan uitgegeven of iets dergelijks. Dat gaat ook spelende wijze steeds meer een rol spelen. En ja, er zijn een heleboel die nog geen telefoons hebben. Maar ook een heleboel die er wel in hebben. En die steeds meer informatie gaat geven. En waar data zometeen belangrijker is. Dan bedoel ik niet zozeer die data als wel voor de Microsofts en voor de Apples. Ja, die willen ons daarmee aantrekken, maar kunnen ook een rol daarin gaan spelen. Denk er de welvaart van. Oké, we gaan afsluiten. Ja. Is er nog iemand in de zaal die een laatste vraag wil stellen, die een bedenking heeft, die twijfelt? Dit is je kans. Oké, dan gaan we het afsluiten, denk ik. Met wat take-outs van data komt per microseconde, maar inzichten duurt iets wat langer. Data kan in silo's komen. Robots gaan een steeds grotere rol spelen. Ik geloof in reuse. Kennis is macht. Kennis is macht. Ja. Nou, grote dank aan alle experts. Heb een fijne dag vandaag. We gaan nog even verder. Nog eentje. Je kan ons scannen, want vind je deze informatie waardevol? Wil je meer weten? Scan ons. Blijf op de hoogte. We posten hele relevante onderwerpen altijd, nieuwsbrieven. En als jullie ons nog willen spreken, we zitten aan het eind van die straat. En super bedankt voor jullie grote massale opkomst. En natuurlijk de experts. Groot applaus.